Maar dus, het is in deze... Ik kan niet praten! Hallo allemaal! Zoals jullie zullen zien, ik ga in dezelfde outfit met dezelfde make-up. Ja, ik durf dat. Op dezelfde dag twee filmpjes filmen. Ik wil profiteren van de gelegenheid dat ik nu opgemaakt ben, aangezien het midden in de examens is. En dat is trouwens omdat mijn liefje vandaag jarig is. En dus, ik dacht, ik ga twee tag-video's doen vandaag. Ik ga de low-budget versus high-end tag doen, die na deze tag online komt. En dit is dus, zoals jullie kunnen zien aan de titel, de Vlaamse YouTuber tag. Ik heb ondertussen al verschillende Vlaamse YouTubers terug bij leren kennen door deze tag. En ik ben echt zo blij dat deze tag er gekomen is. Omdat ja, echt de Vlaamse YouTube community is nog altijd veel te klein. Nog altijd veel te onprofessioneel. Op sommige vlakken. Ik zelf waarschijnlijk ook. Maar het is nog altijd veel te klein, nog altijd veel te onervaren. De beauty industry in Vlaanderen is ook gewoon... heeft nog veel werk. We zullen het zo stellen. Maar dus, deze video gaat niet over echt beauty. Het gaat eigenlijk gewoon over het Vlaamse YouTube gebeuren. Mijn naam. Voornaam plus YouTube naam. Charlotte. En mijn YouTubers naam is Charlie A. Ik ben ooit begonnen met een kanaal True Beauty CA. Als... kanaalnaam, maar ik heb dan met mijn Google Plus kanaal mijn voornaam en mijn achternaam kunnen veranderen naar Charlie en een A. En ik vond dat veel leuker zo. Ik vond dat dat toch cleaner was en een beetje professioneler dan True Beauty CA. Maar dus mijn originele YouTube naam is True Beauty CA. Maar momenteel mijn huidige naam is Charlie A. Dan mijn leeftijd. Ik ben 19 en ik word volgende maand 20. Oh my god, ik voel me echt al oud. Ik woon in Antwerpen, provincie Antwerpen, waarschijnlijk hoorde dat wel. En in elke Vlaamse YouTuber dat zegt in deze tag van ah, ik ben van die provincie en je hoort dat zo hard aan mij. Puntje 4. Waarom ben je YouTube-kanaal gestart? Ik ben al een dag 13, was echt gepassioneerd bezig met beauty op YouTube. En ik heb denk ik 4 jaar geleden mijn kanaal opgestart met het doel van, met het idee van ik wil zo graag een Vlaamse YouTube, beauty YouTube kanaal maken. Omdat ik alleen nog maar Nederlandse YouTubers had gevonden die ik leuk vond. En ik dacht... weet je, ik ga gewoon een kanaal maken, ik ga op verschillende mensen abonneren en er zal wel een dag komen dat ik zelf filmpjes kan maken en dan ga ik ervoor. En die dag is een half jaar geleden aangebroken. Ondertussen heb ik mijn camera al 2 jaar, maar de dag waarop ik beslist heb van nu ben ik klaar om YouTube te beginnen zelf, om zelf video's te beginnen maken, degelijk, is een half jaar geleden. Dus ik ben nog maar een half jaar bezig. Wie is de grootste inspiratie? Goh. Dat is vrij moeilijk te zeggen. Ik ben eigenlijk, mijn passie voor make-up is begonnen bij Michelle Phan. Maar ondertussen... nee, ondertussen ben ik daar echt geen fan meer van en ben daar ook niet meer op geabonneerd. Ik vind het allemaal veel te commercieel geworden. Het gaat niet meer om YouTube. Het gaat bij haar echt... Oké, ja, ze is heel succesvol. Ze heeft het inderdaad echt gemaakt binnen de beauty industry. Maar qua YouTube, sorry, ik vind niet dat we daar als kijkers nog veel aan hebben. Dat wordt allemaal zo met special effects door andere mensen meegedaan. En ik heb zoiets van... YouTube is van de kijkers voor de kijkers. Wij zijn zelf allemaal kijkers. Alle YouTubers zijn zelf kijkers. En dat is voor de kijkers. En dat is dus 1 op veel. Dat is niet veel op veel. De producer van de video's, dat mag maar 1 persoon zijn. Dat mag geen team zijn. Sorry, dan ben je geen YouTuber meer. Dan ben je gewoon een mini TV-kanaal. Geen YouTube-kanaal. Dus dat is niet meer mijn grootste inspiratie. Momenteel vind ik echt wel heel veel inspiratie bij Nikki Tutorials. Wie ik ook super, super geweldig vind is Judy. It's Judy's Life. Omdat ik vind dat hij echt super leuke reviews maakt. En ik ga nu ook heel veel reviews doen op basis van de manier waarop zij dat doen. Die komen eraan. Just be patient. Hoe lang doe je dit al? Ja, een half jaar ondertussen. Ik doe het een half jaar ondertussen. Allee, degelijk. Daarvoor maakte ik zowel wat video's, maar dat was niet echt. Dat was niet. Waar focus je op en wat is je favoriete soort video? Ja, mijn focus ligt op beauty en niet per se fashion. Ook al staat dat in mijn dingen. Ik ben eigenlijk vooral over beauty, maar ik vind beauty, dat beauty echt wel veel breder gaat dan make-up. Mijn passie ligt bij make-up, maar het draait bij mij wel rond beauty. Het is gewoon echt, ja... het is echt wel meer dan... wat crèmetjes smeren of... bruine crème smeren, zoals sommige mensen zeggen. Word ik zot van, waarom? Bruine crème, dat heet volgende tijd van beige mensen. Dat terzijde. Hoe zie je jezelf op YouTube binnen 5 jaar? Ik zou enorm, enorm graag niet per se een enorme fanbase krijgen en mega succesvol of zo zijn,
Het liefste al zou ik eigenlijk gewoon mensen kunnen helpen. Interactie, meer interactie. Momenteel, ik zit nog niet aan superveel abonnees en ik wens gewoon, ik hoop echt gewoon dat het aantal abonnees gaat stijgen. Niet per se qua succes en gedoe, maar omdat ik gewoon meer mensen wil hebben om mee te kunnen communiceren. Want het is echt wel een communicatieweg, vind ik. Omdat YouTube echt wel mijn manier is om mensen te converseren over beauty. Er is echt wel een beauty community. En ik wil gewoon enorm die beauty community enorm uitbreiden, want dat is echt mijn droom. De beauty community en de Vlaams-Nederlandse community ook meer met elkaar in contact brengen en samen te laten uitbreiden. Dat is echt mijn droom. Waarom moeten mensen op mij abonneren? Ja, ik vind dat mensen moeten abonneren op mij, omdat ik mijn eerlijke mening geef. Het is dus met andere woorden ook leerrijk. Ik probeer goede basic info te geven uit eigen ervaring en uit dingen die ik geleerd heb van professionals. En ja... En ik vind gewoon, ja, als je geïnteresseerd bent in make-up, het moet geen eens een passie zijn. Here's the place to be. Wanneer upload je? Ik heb niet echt, momenteel heb ik nog niet echt vaste dagen. Ik zou ook super graag hebben dat jullie zouden op mijn kanaal hier op deze video zouden reageren. Welke dagen dat jullie denken dat de beste upload dagen zijn, omdat ik het zelf eigenlijk echt nog niet weet. Ik ben zo aan het zien welke video's op welke dagen zo het meeste succes hebben, maar ik vind het nog een beetje moeilijk. Ik probeer gewoon één video per week te uploaden, maar dat kan zijn dat bijvoorbeeld zoals nu in de examenperiode dat er eentje op een maand komt. Mijn doel is dus om te beginnen met minstens eentje per week. Welke camera en editing software gebruik je? Ik gebruik de... Laat ik even kijken. Sony HD Handycam 8,9 megapixel. Blablabla. En dat is zo met zo'n... bewegende lens. En het is trouwens ook dezelfde camera die dat gebruikt is voor het tv-programma Perfect. Dat is zo de vlogcamera die ze hebben meegegeven toen met Karen. Dat is dezelfde camera. Ik was zo trots toen als ik dat zag. Ik heb dezelfde camera als de mensen op tv. Oh my god. Goed. En mijn editing software is gewoon op mijn MacBook. Ik heb zelf voor YouTube ook een MacBook Pro gekocht. Met een MacBook gebruik ik gewoon iMovie. En dat is echt toppie. Met welke andere Vlaamse YouTubers zou je wel eens willen samenwerken? Ik heb dat al gedaan. Ik heb met Rani Powell samengewerkt. Ja, ik weet niet. Ik vind het gewoon super leuk om haar te zijn. Ik ken ze ook in het echt. Ik kende ze al voor YouTube, persoonlijk. En dat is gewoon super leuk. Wat is jouw geheim voor een succesvol YouTube-kanaal? Eerlijkheid. Ik denk dat eerlijkheid en eigenheid, uw persoonlijke eigenheid, ja, gewoon uw persoon en uw eigenheid, dat de key to success is op YouTube. Dat je persoonlijkheid het verschil echt kan maken. En social media links, ja, die zal ik wel nog posten. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je het leuk vond en tot de volgende keer.